Welkom bij First Klaes. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je hondshaai moet kruisen. Hondshaai is een Noordzeevis. Een onbekende, onbeminde vis die in grote getallen voor onze kust zwemt. Hondshaai is van een familie van de rog, dus heeft een kraagbeen en geen graat. Hondshaai ga je bijna nooit zo in de winkels zien liggen. Maar ik ga jullie toch wel eens tonen hoe je hem eigenlijk echt moet gaan fileren en hoe gaan kruisen. Eigenschap aan hondshaai is, het vel is eigenlijk heel ruw. Dus als je dat met je mes zo overgaat, dat is zoals kraagbeen. Dus hondshaai kan je eigenlijk nooit gaan bakken of gaan koken met het vel eraan. Daarom gaan we het vel nu eerst eraf gaan halen, gaan stropen. We leggen onze vis naast ons. We nemen een mesje, een klein mesje. We gaan het punt van ons mes gebruiken. En we gaan een mooie inkeping doen langs de ogen, halverwege de vis, zo naar de staart toe. De andere kant juist hetzelfde. Nu draaien we de vis om. Doen we juist hetzelfde. Dus eigenlijk met het punt van de mes gaan we zo mooi een inkeping maken in de vis. Zo, dus leggen we hem weer terug op zijn buik. Nu gaan we met ons mes boven de ogen een inkeping maken om het vel los te maken. Nu nemen we een doekje. Nu gaan we het vel er mooi gaan aftrekken. Dus je ziet, de hondshaai die is mooi rood. En dat is een goede eigenschap. Hoe rooier de hondshaai, hoe verser. Het is hetzelfde als de rog. Het is ook een kraagbeenvis. Dus hoe rooier, hoe mooier. Hoe meer bloed, hoe beter. De bovenkant van het vel, die hebben we verwijderd. Dus nu gaan we de onderkant van het vel eraf halen. Dus we gaan eigenlijk hier juist boven de ogen mooi een inkeping maken door het kraakbeen. We maken dit hier los met ons mes. Een klein beetje gaan lossnijden en dan doen we juist hetzelfde. Nu gaan we de hondshaai mooi reinigen. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk met ons mesje mooi de ingewanden er gaan uithalen. De hondshaai die is mooi rood, dus die is super vers. In de koeling heb ik nog een oude hondshaai liggen. En zo gaan we echt het verschil in zien. Die is veel witter. Die is mooi rood. De geur ook. Hondshaai heeft een kraakbeen. Dus zoals de rog. Dus als die niet vers is, gaat die ruiken naar een lichte ammoniakgeur. Laat die dan liggen in de winkel. Koop die dan niet. Nu gaan we de hondshaai in mooie kleine mootjes snijden. Dus hondshaai is eigenlijk ideaal om eigenlijk op het kraakbeen te gaan klaarmaken in de keuken. Oftewel kan je die koken, oftewel kan je die bakken. Noem maar op. Het is heel simpel om de hondshaai te gaan fileren. Dus we gaan de vis mooi op zijn zijkant leggen. We nemen een mes en we gaan hem eigenlijk van aan de kop naar de staart mooi geleiden over het kraakbeen. De andere kant doen we juist hetzelfde. Hier hebben we de mooie filets. Die gaan we nog mooi opkuisen, de buikholte er mooi uitsnijden, mooi recht gaan portioneren. En hier hebben we eigenlijk het kraakbeen, dus je ziet, het zijn geen graten, maar kraakbeen. En dat kan je eventueel een bouillon mee maken of een visvermijn mee maken. Voilà, nu gaan we mooi de zijkant van de filet mooi eraf snijden, zo. En gaan we mooi de buikholte mooi reinigen, mooi eraf snijden. Zodanig dat alles mooi geportioneerd is. De hondshaai. Op zijn geheel gekuist, in mootjes gesneden, in filet. Zeker lekker. Wat we ermee gaan doen, dat zien we in een volgende aflevering van First Klaes.